Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. De regenstoring van het afgelopen weekeinde is eindelijk naar het zuidoosten weggetrokken. Ook in Limburg wordt het inmiddels wat droger. Maar vanuit het noordwesten trekken in de loop van de dag ook weer een aantal winterse buien over het land. Daarbij is kans op natte sneeuw, hagel en ook een klap onweer is niet helemaal uitgesloten. Het wordt uiteindelijk 6 of 7 graden en er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen wel weer droog. In de kustgebieden is nog kans op een enkele winterse bui. Het koelt af tot een graad of 3 in de avond en de wind neemt ook weer wat af. Dan morgen hebben we opnieuw geregeld zon, maar er trekken ook weer een paar winterse buien over het land. Ze zullen wel minder talrijk zijn dan vandaag. Het wordt een graad of 6 en er waait nog steeds een matige wind uit veelal noordwestelijke richting. Ook donderdag nog kans op een enkele winterse bui. Overdag is het een graad of 6. In de nacht gaat het licht vriezen. Zaterdag, vrijdag en zaterdag is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon flink. De middagtemperatuur moet nog een klein beetje inleveren. En verder in de nachten kan het nog steeds licht vriezen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.